Het is vooral ook een middel om te laten zien, zeg maar, en de andere clubs uit te dagen om nog sportiever te zijn dan dat ze nu zijn. Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen week vond bij de COVS de algemene ledenvergadering plaats voor alle voetbalverenigingen uit de gemeente Breda. Ook werd deze avond de Fair Play Cup uitgereikt. We gaan vanavond hier we hebben een vergadering van de OBA, overleg amateurclubs van de voetbalvereniging van Breda. En daarna, tijdens dat overleg, reiken we de Fair Play Cup uit. Die hebben we in het leven geroepen omdat wij als scheidsrechtervereniging vinden dat er moet sportief gevoetbald worden, op een faire manier gevoetbald worden, met hopelijk veel respect voor de scheidsrechter. En daarvoor hebben wij die prijs in het leven geroepen. Mijn rol is in die prijs dat ik de voorzitter ben van de scheidsrechtervereniging en dat ik namens de scheidsrechtervereniging samen met de wethouder van Sport van Breda die prijs uit mag reiken. Nou ja, kijk, volgens mij is het de stimulans om sportiviteit en respect op het veld en daarbuiten gewoon te stimuleren. Ik kom zelf veel op de voetbalvelden, hè? Mijn kinderen voetballen ook. En je ziet toch elke zaterdagochtend weer, zeg maar, dat voetbal emotie is. En dat hoort erbij. De Fair Play Club is een beloning, zeg maar, voor de sportiefste club. Maar het is vooral ook een middel om te laten zien, zeg maar, en de andere clubs uit te dagen om nog sportiever te zijn dan dat ze nu zijn. Ja, het is natuurlijk altijd hartstikke leuk dat wij de prijs winnen sportiviteit en respect. Wij vinden als VV Bavel sportiviteit en respect gewoon heel erg belangrijk. Belangrijk dat sportief respectvol met elkaar wordt omgegaan. En wij vinden dat heel belangrijk. We besteden er ook veel tijd en energie in. Dus heel leuk dat wij deze hebben gewonnen. Zodra wij horen krijgen dat er iets fout is gegaan tijdens wedstrijden, zowel bij de begeleiding, spelers, trainers, noem maar op. Wij grijpen altijd wel gelijk in en we nemen even contact op met de betrokkenen. Breda Nu. Je weet het meteen.